Ja, dames en heren, ik zou zeggen allemaal even heel hartelijk welkom bij het volgende programma die wij van Video TV Culemborg gaan maken. En dat is natuurlijk ook weer voor het Corso. Want we zijn ook alweer bezig voor dit jaar en er zijn ook tijdens de voorbereidingen, zeg maar, zijn er ook een aantal dingen naar voren gekomen. Want op een donderdag 4 april aanstaande, dan hebben wij dus alweer de officiële presentatie van al de ontwerpen voor de Corsowagens van 2013. En daarbij zijn er vooraf al een paar dingen bekendgemaakt die we dus ook vanaf dit jaar bij het parcours gaan krijgen. Wat dus als eerste naar voren gekomen is en wat dit jaar dus ook echt erdoor is, dat is namelijk dat wij dus nu weer voor bij de staanplaatsen bij het parcours een intreeheffing gaan krijgen. Want zoals u weet was het eigenlijk tot nog toe voor de staanplaatsen bij het parcours gratis toegankelijk. Maar dat is dus vanaf dit jaar niet meer. Daarbij hebben we wel natuurlijk de officiële presentatie van dit jaar. En dat is dus zoals ik net al zei, een donderdag 4 april aanstaande. En we hebben dit jaar misschien toch in totaal weer 20 wagens. Dus dat is ongeveer weer hetzelfde aantal als vorig jaar. En dat heeft te maken doordat de Corsovereniging vanuit Buren dit jaar misschien met de jeugdwagen ertussenuit valt. Maar er is ook een ander aspect naar voren gekomen. En dat is ook heel leuk. Want dit jaar heeft Culemborg 2 wagens. Dit jaar zit Culemborg er met 2 wagens erbij en dat is zowel een jeugd- als een praalwagen. En dat is een van de aspecten wat dit jaar dus ook naar voren gekomen is. Het was vorig jaar eigenlijk al een klein beetje bekend dat Culemborg misschien dus 2 wagens zou hebben. En dit jaar is het dus doorgekomen. Daarbij, als we dus de officiële presentatie hebben van de ontwerpen van de wagens, dan is natuurlijk Video TV Culemborg er ook bij aanwezig om daarvan dus een tv-item te maken. En zoals u het weet laten we u natuurlijk daarvan ook de beelden zien. Dus ik zou zeggen, kijk en luister dan naar het volgende programma van Video TV Culemborg. En dat is natuurlijk tijdens de officiële presentatie van al de ontwerpen voor de Corsowagens van 2013. En dan gaan we natuurlijk straks ook gelijk naar de Achterniethof. Want daar vandaan is dus weer die opname. Ja, dames en heren, ik zou zeggen ook van Video TV Culemborg allemaal heel hartelijk welkom bij de volgende tv-item. Natuurlijk tijdens de officiële presentatie van de ontwerpen voor de Corsowagens van 2013. En natuurlijk de medepresentatie wordt gedaan door Annemiek van der Loek. Nou, we staan aan het begin van een nieuw Corso-seizoen, tenminste figuurlijk. Want nou ja, begin. De mozaïekgroepen en de Corso-clubs zijn natuurlijk alweer volop bezig geweest. Anders konden we vanavond ook niet laten zien aan u welke ontwerpen en mozaïeken zij gemaakt hebben. Welke maquettes zij gemaakt hebben. Nou, met al het moois wat u vanavond hier gaat zien, gaan we vol vertrouwen een nieuw Corso-seizoen tegemoet. We hebben er hartstikke veel zin in. Maar er is meer vanavond. Want de vrijwilligers en het bestuur van de Stichting Verstromenland, die hebben de afgelopen maanden ook absoluut niet stilgezeten. We hebben met elkaar een prachtig Corso, een hartstikke mooi evenement, waar we met duizenden vrijwilligers met heel veel plezier aan werken. Waar tienduizenden mensen elk jaar naartoe komen en met volle teugen van genieten. Maar als we dat prachtige Corso zo mooi willen houden als het is, dan kunnen we niet achterover leunen en afwachten. Dat gaat simpelweg niet. Dan moeten we mogelijkheden zien in veranderingen en vernieuwingen. Stichting Verstroomland heeft u een heleboel te vertellen vanavond. Dus gaat u maar vast op het puntje van uw stoel zitten, want u gaat vanavond een heleboel horen van ons. Oké, heel goed. Maar natuurlijk blijven er ook altijd een aantal dingen precies zoals ze zijn. Zo blijft de gemeente Tiel hoofdsponsor, gelukkig, en blijven ze een onwijs goede gastheer voor ons Fruit Corso. En daar zijn we als stichting ontzettend blij mee. En graag zou ik dan, meneer de burgemeester,
hier naar voren zien, meneer Beenakker. Goedenavond. Goedenavond. Ik heb weer een hand. Zo. Nou, daar staan we weer samen. Nou ja, u bent natuurlijk dat gezicht van de gemeente, van die hoofdsponsor waar wij heel erg blij mee zijn. En vorig jaar heeft u eigenlijk opnieuw kennis gemaakt met het Corso. Want ja, u was er een hele tijd uit geweest. Wat kunt u zich nog herinneren? Welke leuke herinneringen heeft u nog aan het Corso van vorig jaar? Ja, zo lang is het nog niet geleden. Dus ik heb hele goede herinneringen aan. Ik moet zeggen, wat ik vooral om te beginnen heel bijzonder vond, is de aanloop naar het Corso toe. Iedereen heeft het altijd over dat Corso weekend, of het evenementenweekend zeggen we dan in Tiel. Met Appelpop hebben we natuurlijk ook nog. Maar de aanloop naar het Corso toe, dat is eigenlijk al het evenement op zichzelf. En wat ik heel leuk vond, ik weet natuurlijk wel vanuit het verleden hoe dat werkt met plakken en zo. Ik vond het heel leuk om bij een aantal plekken naar wagens ook bezig kijken bij de opbouw. Zowel in Tiel als buiten Tiel. En dan ja, is het wel heel leuk om te zien hoeveel enthousiasme, jong en oud, als soort mieren door elkaar heen krioelend bezig is om ja, echt hun wagen te bouwen. En dat, ja, dat is minstens even zo mooi, zou ik bijna zeggen, als het Corso zelf. Ja, en dan het Corso zelf, ja, ik was natuurlijk heel benieuwd nadat ik al die prachtige ontwerpen hier had gezien, hoe het nou echt ook eruit zou zien in de praktijk. Nou, we hadden natuurlijk ook een fantastisch mooi weer, dus dat hielp ook al. En ik moet zeggen dat ik wel heel erg verrast was door alle ook vernieuwingen in de ontwerpen. Ja, allerlei bewegende delen, ja, het zag er echt schitterend uit. U heeft genoten van het proces en van het eindproduct. Nou ja, dat denk ik dat we dat allemaal hebben. Nu zei u al alle vernieuwingen bij de Corso-wagens en natuurlijk staat vanavond ook de vernieuwing binnen het Corso centraal. Hoe bent u zelf als het gaat om veranderingen en vernieuwingen? Zou u zichzelf progressief noemen of conservatief? Hoe ziet u dat? Dat is natuurlijk wel lastig om over jezelf te zeggen. Maar ik denk dat ik wel progressief ben. Ik vind het in ieder geval, oké, het gaat natuurlijk niet om te veranderen om te veranderen. Het moet wel een doel hebben. Maar wat ik wel altijd heel leuk vind om er bezig te zijn met ontwikkelingen en dynamiek en vernieuwing. In de stad hier, in de regio. En ja, daarom vind ik het ook heel goed dat de Corso vanuit die hele sterke basis die er is. Want dat moeten we niet vergeten. Ik bedoel, de basis van het evenement is natuurlijk ijzersterk. Om daar ook weer een slagje bovenop te zetten om het nog verder te versterken. Dus als ik u ga vragen, van, nou, hoe kijkt u nou tegen die plannen van het Corso aan zonder al te veel te verklappen? Dan heeft u daar eigenlijk al een beetje antwoord op gegeven. U bent daar positief over. Ja, ik ben daar heel positief over. We hebben ook als college gezegd van nou, we echt, vinden het positief dat die ontwikkelingen worden opgepakt. We hebben natuurlijk een aantal gesprekken ook daar ook al over gehad met de Stichting Vier Stromenland. Ook omdat we natuurlijk met de nieuwe opzet ook weer wat andere zaken aan komen te kijken als het gaat om veiligheid en faciliteiten die er nodig zijn. Maar goed, daar hebben we goede gesprekken met elkaar over. En dat zijn wel belangrijke aandachtspunten om hierbij te betrekken. Maar de basisopzet en de vernieuwing daarin, ja, daar staan we zeker heel positief tegenover. Mooi, mooi, want we zijn natuurlijk partners, dus dat moet natuurlijk ook wel heel goed gaan. Stichting Vier Stromenland wil de komende jaren eigenlijk steeds meer de regio gaan betrekken bij het fruitcorso. Hè? Dat moet steeds groter worden en we willen dat gaan uitbreiden. Hoe staat u daar tegenover? Ja, heel goed. Ik denk dat ja, de oprichter van het Corso, Bruggeman, die had volgens mij als doelstelling om de regio meer in de picture te krijgen. Nou, dat is zeker gelukt, ook al in de begintijd van het Corso. Ja, en het is gewoon een regionaal evenement. Hè. Kijk, wij zijn wel gastheer als Tiel, maar het Corso bestaat bij de gratie van, ja, van jullie allemaal, van de dorpen die bouwen aan de wagens. En daarmee is het per definitie eigenlijk al een regionaal evenement. En dat willen we ook graag zo houden. Ik denk dat het een geweldige promotie, dus niet alleen van Tiel, maar ook vooral ook een hele grote promotie is van onze regio. Oké, en als we nu naar het komende Corso gaan kijken, waar verheugt u zich het meest op? Waar heeft u het meeste zin in? Dat is heel lastig te zeggen. Ja, ik ben vooral heel erg benieuwd. Ik heb natuurlijk al een paar ontwerpen in de krant zien staan. Ik ben heel erg benieuwd wat er weer aan allemaal creatieve ideeën komt. Die straks te zien zijn op het koers. En waar ik natuurlijk zelf heel erg benieuwd naar ben, is ja, alle plannen die ik al mogen zien. De vernieuwing die erin zit, hoe dat in de praktijk gaat uitpakken. Dat is natuurlijk voor het bestuur ook heel spannend. En voor ons ja, als gaststad ook heel erg spannend hoe dat allemaal gaat verlopen. Ik heb er alle vertrouwen in, ik ben er vooral heel erg nieuwsgierig. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat we dat met z'n allen zijn en er ook heel veel zin in hebben net als u. Dus vriendelijk bedankt en ik zie u weer.
Ja, dames en heren. En dan krijgen we straks ook iets uit het archief van het Corso. Zeker vanuit de beginjaren. En dat was dus natuurlijk ook vanwege de volgende presentatie die we dus dit jaar hebben. Voor de 53ste editie van het Corso. En we krijgen straks ook van Video TV Culemborg nog een interview tijdens het programma met de heer Been Akker, de burgemeester van de gemeente Tiel. Ja, dames en heren, en natuurlijk, u zag het ook al, de opzet dit jaar, wat dus de presentatie betreft voor de ontwerpen van de wagens, dat is dit jaar dus ook weer, zoals u het ziet, een beetje anders opgezet, wat het programma betreft, als dat we het dus normaal hadden. Want zoals u weet hadden we dus van de ontwerpen ook vanuit de verschillende korsenverenigingen nog wel eens een bepaalde uitleg erover, over het ontwerp zelf. Er is straks natuurlijk ook wel een presentatie natuurlijk van de ontwerpen van de wagens. Maar dat moeten we van Video TV Culemborg ook wel een beetje op een andere manier dat in beeld brengen. Maar zoals u het kunt zien hebben we dus ook een beetje uit de geschiedenis van het Corso. Dus echt ook uit het archief een aantal aspecten.
En straks natuurlijk krijgen we ook tijdens het programma al een van de interviews die ook door Video TV Culemborg gedaan is. Maar dat komt straks. Wat ook trouwens nog naar voren gekomen is, is dat dus dit jaar bij het parcours ook nog wat verandert. Want het parcours tijdens het corso is dit jaar ook iets kleiner als wat we dus anders normaal hadden voor de wagens. En daarbij komt er dan dus bij de staanplaatsen bij het parcours een intreeheffing. En wat het bedrag daarvan is, dat is al achterhaald. En dat is dus voor de intree €5 per persoon. En natuurlijk, het hele programma is natuurlijk ook in het teken van het corso zelf. En natuurlijk vooral naar de aanloop voor de 53e editie van het corso. Het eerste interview tijdens het programma die wij dus vandaag hebben tijdens de officiële open presentatie van de ontwerper van de wagens is met de nieuwe burgemeester van de gemeente Tiel, de heer Beenakker. Meneer Beenakker, heel hartelijk welkom eventjes bij deze tv-item. U bent eigenlijk sinds begin vorig jaar eigenlijk burgemeester geworden van de gemeente Tiel. En wat heeft u eigenlijk vorige die tijd gedaan? Ik ben hiervoor burgemeester in de gemeente Asten geweest, in Brabant, Zuidoost-Brabant, bij Helmond in de buurt. En daarvoor ben ik wethouder geweest in Leidschendam-Voorburg. Hoe is het eigenlijk gekomen dat u toch voor die tijd eigenlijk het corso hier in Tiel kende? Ja, ik heb hier op de lagere en middelbare school gezeten. Dus tot mijn 18e eigenlijk in Tiel gewoond. Van mijn 5e tot mijn 18e. Ja, in de jaren dat ik op de middelbare school zat, heb ik ook op een aantal jaren meegeplakt met de jeugdwagen van Drumt. En ja, zo heb ik zelf ook het corso-virus zeg maar, gekregen. En het is natuurlijk wel heel leuk om in een hele andere rol nu als burgemeester, na 30 jaar zeg maar, weer terug te keren en te zien hoe het corso zich ontwikkeld heeft. Toen u burgemeester was van de gemeente Asten, heeft u tussendoor eigenlijk nog wel eens, wanneer we dus het corso hier in Tiel hadden, bent u tussendoor nog wel eens teruggekomen naar Tiel? Ja, dat heb ik nog wel gedaan. Tot voor 10 jaar geleden woonden mijn ouders hier bijvoorbeeld nog. En ja, in die tijd ging ik toch ook nog wel regelmatig, niet elk jaar, maar wel regelmatig naar het corso kijken. De laatste jaren wat minder, omdat we toch wat verder op afstand zaten. Ja. En u heeft toen ook, denk ik wel, van uw voorganger, de heer De Vreese, ook misschien wel dat boek gezien. Wat toen uitgebracht is naar aanleiding van het 50-jarig jubileum. Klopt. Wat we een jaar of 3 geleden gehad hebben. Ja. En heeft u het boek al doorgelezen? Of ja, nee, dat is een van de eerste cadeautjes die ik kreeg toen ik in Tiel kwam. En ja, het is gewoon erg leuk om al die oude foto's en ook recente foto's te zien. En ja, voor mij natuurlijk wel een feest van herkenning. Ja. En nu u dus sinds vorig jaar dus weer als burgemeester hier in Tiel ben, ja, natuurlijk die zaterdag vorig jaar bent u natuurlijk ook bij het parcours geweest toen we het corso hadden. En hoe was dat weer voor u eigenlijk om dat weer terug te zien na een aantal jaar?
Ja, heel mooi. Je ziet ook dat er heel veel vernieuwing toch iedere keer zit in de ontwerpen. Dat zie je ook weer in de ontwerpen die hier beneden in de hal staan, naar Gliethof. Heel veel creativiteit, bewegende onderdelen. Ja, fantastisch om te zien. En zit er misschien ook nog een kans erin dat u misschien dit jaar of volgend jaar ook nog bij een van de korsenverenigingen wat gaat doen? Misschien aan de hand met de opbouw van de wagens? Nou, ik vrees dat dat qua tijd een beetje lastig wordt. Maar misschien dat een van onze kinderen een keer enthousiast gaat worden om te gaan plakken. Ja. En om even nog terug te komen op vorig jaar, toen u dus natuurlijk na een aantal jaar het corso weer zag. Wat is u eigenlijk nog van vorig jaar bijgebleven? Of welke wagen qua ontwerp staat u eigenlijk nog het meeste bij? Ja, dan moet ik natuurlijk voorzichtig zijn. Ik sta nou voor de camera met u te praten. En die komt uit Culemborg. Maar ik moet wel zeggen, dat is niet om die reden, maar dat ik dat wel een hele bijzondere wagen vond. Culemborg, Buren, vond ik wel inderdaad wel de top 2. En dat, nou, dat was in de rangschikking ook zo. Hele bijzondere ontwerper. Maar er waren ook wagens bij, zoals bijvoorbeeld de wagen van de Rijnen, die misschien op het eerste gezicht qua ontwerp wat minder bijzonder was. Maar op de koers heel mooi uitkwam en heel verfijnd geplakt was. En, ook een hele bijzondere wagen, maar een heel ander soort wagen weer, maar heel bijzonder ook om op de koers te zien. Dus in die zin is de diversiteit in wagens ook gewoon heel goed. Ja. En heeft u ook toen de mozaïeken, zeg maar, die zult u natuurlijk ook wel gezien hebben toen we dus de officiële opening van de Korsenweek hadden vorig jaar. Jazeker. Ja. En heeft u daaruit al wel eens een soort van een klassering kunnen maken? Dat vind ik bij de mozaïek best lastig. Er zitten ook wel een paar hele mooie tussen. Wat ik vooral bijzonder vind bij de mozaïek is dat in een paar dagen tijd moet gelegd worden. De mensen staan op toch een vrij steile helling van het taluut van de gracht dat plakwerk te doen. En dat is ook weer een hele eigen soort dynamiek. En traditie is altijd dat ik sausijzenbroodjes uitdeel bij de mozaïekleggers. En dat zal ik dus dit jaar ook weer gaan doen. Oké. En wat verwacht u eigenlijk van dit jaar nog, 14 september aanstaande? Ik verwacht natuurlijk weer een heel mooi corso, prachtige wagens en ik ben heel nieuwsgierig. Ik vind het heel spannend hoe de nieuwe opzet van het corso, zoals het gepresenteerd is, hoe die in de praktijk gaat uitwerken. En daar heb ik alle vertrouwen in. Ik ben natuurlijk wel heel nieuwsgierig. Ja, en nou om even dus nog vanuit de organisatie gezien even daarop terug te komen. Nou wordt er vanaf dit jaar bij de staanplaatsen bij het parcours weer een intreeheffing. Aangeboden, zeg maar, of die komt er, naar aanleiding voor de onkosten. En is dat ook via de gemeente gegaan, of hoe heeft u daarin, zeg maar, dat begeleid? Ja, dat is een initiatief van de Stichting Vier Stroomverband zelf, de organisator van het evenement. Er is wel intensief overleg met de gemeente als het gaat over de nieuwe opzet van het corso, omdat het natuurlijk ook een en ander consequenties heeft voor verschillende veiligheidsmaatregelen. En dat overleg wel prima. Maar het is een initiatief van het corso zelf als organisator. Oké. Nou, ik wens u in ieder geval voor 14 september aanstaande natuurlijk een hele leuke dag. En natuurlijk ook heel veel succes bij de 53ste editie alweer. Ja. En ik zou zeggen van mijn kant uit nu alvast heel hartelijk bedankt voor de medewerking aan deze interview. Ja, inspiratie, adem van de geest. En om aan te sluiten bij de lied, onze oprichter, de heer Bruggeman, die kreeg zijn inspiratie voor ons corso bij het zien van een film uit 1954 van een Amerikaans corso. Misschien was dat wel een dergelijk soort film als we net gezien hebben. Hij speelt dan al een hele lange tijd met de gedachte om iets te organiseren dat Tiel en de streek toeristisch op de kaart kan zetten. En zijn droom wordt een corso met oogst- en fruitproducten uit het gebied. Het wordt nog een hele lange weg om die droom gerealiseerd te krijgen. Maar zijn missie drijft hem en de aanhouder wint. In 1961 komen er 14 wagens op de weg en het corso wordt een doorslaand succes. Het zal een traditie worden die vandaag alweer de aftrap doet voor zijn 53ste editie. Een traditie die bij momenten aangepast zal worden aan de tijdgeest.
En daar wil ik in het kader van vandaag even bij stilstaan. In de beginjaren, na de start in 1961, is er een enorm animo voor het Corso. Door de vrije zaterdag die dan opkomt, is de behoefte aan vertier groot en de bezoekersaantallen die zijn enorm. In 1965 is een verhuizing van het parcours van Drumt naar het als kil ervaren moderne Tiel West noodzakelijk om de groeiende publiekstromen goed te verwerken. In 1966 worden de eerste mozaïeken gelegd om de bezoekers dan weer wat langer vast te houden. Tiel ziet er fruitig uit en de lichtjes zijn een ommetje waard, zegt men in die tijd. Ook onder de bouwers is er een enorme creativiteit. Van eenvoudige taferelen met veel sprookjes en prinsessen komen er al gauw kunstzinnige taferelen op het parcours. Tot ver in de jaren 70 gaat het Corso voor de wind. Behoefte publiek, het concept Corso, creativiteit bouwers en tijdsbeeld, dat sluit naadloos op elkaar aan. En men teert misschien iets te lang op dit succes. Want er zijn signalen dat het succesverhaal hapert. De grote investering in tijd om een wagen te bouwen kunnen sommige dorpen niet meer opbrengen. En enkele haken af. Jeugdwagens komen erbij. Om de jeugd eerder bij het Corso te betrekken. En om een volwaardige stoet te houden. De dorpen die wel bouwen, die maken juweeltjes van verfijning. Beangstigend precies, zegt voorzitter Van den Berg in die tijd daarover. En de tentoonstelling wordt heel populair. Maar de echt grote bezoekersaantallen worden op de zaterdag bij het Corso niet meer gehaald. Het tijdsbeeld verandert. Mensen kiezen voor een andere vrije tijdsbesteding. En in de loop van de jaren 80 wordt het concept Corso als sleets ervaren. Frisse wind hard nodig. Corso begint sleur te worden. Het publiek meer bieden voor het geld dat ze betalen. De koppen in de kranten zijn in die tijd niet mis. Joop van Hesteren, CCO-voorzitter, die pareert de kritiek en staat open voor verandering. Kom maar op met die ideeën. En hij wacht op jonge mensen die in zijn voetsporen willen treden. En die jonge mensen die komen maar met mondjesmaat. Men experimenteert heel voorzichtig met sponsoring, wat ook weer veel weerstand oproept. Openlijk wordt er dan getwijfeld aan het voortbestaan van het Corso. Is een optocht nog wel van deze tijd? Wordt de organisatie van zo'n evenement niet te riskant? Maar zolang de dorpen willen doorgaan met bouwen, zal er een Corso komen. We gooien niet weg wat we met zoveel bloed, zweet en tranen hebben opgebouwd. En dat zijn de woorden van Marcel Bruggeman. Op dat moment de voorzitter, die de traditie beschermt, maar tevens beseft dat het tijd is voor veranderingen. En in 1989 komt die omslag. Revolutie. En de term is uitbouwen. Het Corso blijft en zal één groot feest worden waarbij je van het een in het ander kan stappen met heel veel randactiviteiten. Een verjongd bestuur zet een koers en een richting uit. En het werkt. Het concept slaat opnieuw aan bij het publiek. Het past bij het tijdsbeeld. Het Corso weekend, samen met Appelpop, wordt een bruisend feest in Tiel. De traditie zit dus vernieuwd weer stevig in het zadel. En dat merk je. Nieuwe dorpen haken aan, oude dorpen pakken de draad weer op. Aan het Corso zelf blijft nog een wat stoffig imago kleven. En ook daar komt een omslag in. Er wordt een ontroerend kindercorso aan toegevoegd, maar vooral een nieuwe generatie ontwerpers, voor een deel voortgekomen uit de jeugdwagens, zit weer vol ideeën voor creatieve praalwagens. Investeer in de kern van het evenement, wordt er geroepen, in de praalwagens. Een praalwagen is beleving, zindering, van het begin van het moment van aankomen tot wegrijden. Het is een weerbarstig proces, maar de bezem wordt flink opgeschud door flink te investeren in die creativiteit. En ook dat werkt. Sterke corso's zijn er de laatste jaren. We zijn weer terug bij corso's die ertoe doen in Nederland.
De bloei bij verenigingen is op dit moment ongekend. Het laatste jaar zijn er 20 bijdragen bij de wagens. Een groot aantal deelnemers bij het kindercorso. En bij de mozaïeken zitten we al op een jaren op een maximum dat te realiseren is. Hoe staan we er dan nu voor? Vanavond gaan we de nieuwe plannen horen van het bestuur van Stichting Vier Stromenland om het concept Corso opnieuw aan te sluiten bij de tijdgeest. Maar ook om het Corso financieel gezond en dus toekomstbestendig te maken. Uit ervaring weet ik dat de Corso-gemeenschap soms weer barstig tegen veranderingen aankijkt. Maar de geschiedenis leert dus dat we die dynamiek ook kunnen omarmen. Omdat het ook die nieuwe impuls kan geven, waardoor het Corso weer 10 jaar door kan. En deze dynamiek van aanpassing in de tijd noemen we het dynamisch beschermen van je traditie. Dit in tegenstelling tot protectie, waarbij je alles wil houden zoals het is. En het begrip dynamisch beschermen, dus veiligstellen van je traditie, met ruimte voor verandering, hebben we dus door de jaren heen vaker gezien. En daarmee vervult het fruitcorso aan één van de voorwaarden om voor plaatsing op de nationale inventaris van immaterieel cultureel erfgoed in aanmerking te komen. De corso's van Zundert, en ik zag ze hier aanwezig in de zaal, en Eelde, zijn reeds op die lijst geplaatst. En ook fruitcorso Tiel zal zeer binnenkort een aanvraag indienen bij het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. En dan, na toetsing en goedkeuring, de voordracht voorleggen aan de regering. Het wordt nog een spannend proces. Maar net zo spannend en cruciaal zijn de plannen van het bestuur, waarover we straks meer horen. En laten wij nu, net als Joop van Hesteren en Marcel Bruggeman in het verleden gedaan hebben zeggen, kom maar op met die plannen. En ons door een nieuwe generatie laten inspireren. En ik hoop in navolging van oprichter Bernard Bruggeman, Rian Verwoerd met zijn medebestuursleden, die hier keihard aan gewerkt hebben, straks kunnen zeggen, we hebben het niet alleen gedaan. En dat is een oproep. Ja, dames en heren, en wat u dus daarnet had, dat was dus een stukje, niet alleen vanuit de geschiedenis van het Corso, maar ook eigenlijk zeg maar een klein stukje uit het archief. En we hebben straks natuurlijk, want dit was dus een stuk zoals u het net zag van Teun Luijendijk. En we hebben straks ook een beetje aan het eind van dit programma nog een interview met hem. En de inspiratie van die 5 mensen die daaraan getrokken hebben, daar zijn wij natuurlijk hartstikke blij mee. En daar willen we graag als bestuur heel kort in deze ambiance bij stilstaan. En symbolisch overhandig ik jou deze fles, maar die is uiteraard niet 1 fles, maar er zijn er nog 4. Ook voor jullie allemaal. Dankjewel. Een heel welverdiend applaus. Dankjewel, Teun. Nou, Teun vertelde het Stromenland en om daardoor geïnspireerd zeg maar een nieuwe wagen te maken. Rollend Fruit heet die. Nou, uiteindelijk hebben ze uit al die ontwerpen die gemaakt zijn er eentje gekozen. En dat is deze. En die zijn ze uit gaan werken. Ze hebben een aantal workshops gehad, lassen en ja, dames en heren, en dan krijgen we straks natuurlijk ook een, ja, natuurlijk nog de voorzitter vanuit de Stichting Vier Stromenland, die hier verwoord. Maar dat komt straks, want we hebben natuurlijk ook dit jaar met het Corso een wagen, zoals Annelieke het al naar voren haalt, die ook vanuit de Stichting Vier Stromenland is. En dat schijnt namelijk een nieuw ontwerp te zijn van het oude vignet vanuit de stichting. Zoals u het misschien nog wel weet. Die is ook al wel eens gezien tijdens het Corso. Maar dat ziet u straks natuurlijk. En dan krijgen we straks ook natuurlijk een hele nieuwe opzet bij het parcours. En dat wordt dus gedaan natuurlijk straks vanuit de Stichting Vier Stromenland. Niet alleen dit jaar meedijkt, maar ook de komende jaren.
En wat we dan eigenlijk willen, is dat verenigingen, scholen, zorginstellingen deze wagen rollend fruit een jaartje adopteren. En dan mogen ze hem beplakken en dan kunnen ze op die manier het logo in stand houden. Dus als u nu denkt, nou, dat is best leuk. Dat wil ik wel, of ik heb wel een groep mensen die daar iets mee kan, of ik zit zelf bij een groep mensen die dat leuk vindt. Dan staat daar straks een stand in de hal en dan kunt u daar wat meer informatie vragen. Of u kunt zich natuurlijk ook direct aanmelden, dat vinden we ook helemaal niet erg. Dat is ook helemaal goed. Fruit Experience on Wheels, Bert van Erkom en Henk de Boom. Jullie blazen een oude traditie weer nieuw leven in. Maar nog veel belangrijker, jullie zorgen voor een nog leukere en betere samenwerking tussen de Corso Clubs. En jullie zorgen op die manier dat het fruitcorso op een nog hoger niveau komt. En ik vind, en wij als Stichting Vier Stromenlang vinden, dat dat een enorm applaus verdient. Dames en heren, jongens en meisjes. Wat een historie passeert hier vanavond. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik word er een beetje stil van. Een terugblik met de geestelijk vader van het fruitcorso prominent in beeld. Oude 8 mm beelden van weleer. En een historische terugblik door een genie op dit gebied, Teun Leijendijk. Wat is het toch een bijzonder evenement. En wat mogen we trots zijn dat we hier allemaal onderdeel van uit mogen maken. Heel bijzonder. En ik hoop dat u allemaal het gevoel heeft. En wat te denken van de betoverende klanken van het liedje Inspiratie. Dit alles wordt de toonzetting van het 53ste fruitcorso in 2030. U bent al welkom geheten door de gastheer van vanavond, de burgemeester van Tiel. Een groot woord van dank aan de gemeente Tiel is op zijn plaats. Dank jullie wel dat jullie ons vanavond weer hebben uitgenodigd. En dank jullie wel dat jullie ons gesteund hebben in het proces waar we momenteel middenin zitten. We maken er uiteraard dankbaar gebruik van. Hartelijk welkom ook aan alle vrijwilligers. De bouwers, de vlakkers, sponsoren, de gedeputeerden van de provincie Gelderland, de burgemeester, bestuurders en belangstellenden. Een bijeenkomst in het voorjaar is traditie geworden. De boodschap van vanavond is een tikkeltje anders. We gaan immers fors veranderen. Op de wind van gisteren kun je niet zeilen, zei ooit Willem van Oranje. En hoe toepasselijk dit jaar. Een verandering van het Koningshuis tegelijkertijd met de veranderingen van het fruitcorso. En ik zeg u eerlijk, we hebben het niet afgestemd. Fruitcorso heeft een lange historie, zoals u heeft ervaren uit de woorden van Teun en de bijpassende beelden. Het fruitcorso heeft de afgelopen jaren de zeilen een aantal keren moeten bijzetten. De windrichting kun je niet veranderen. De stand van de zeilen wel. En dit is ook de mening van uw bestuur. Een aantal factoren brengen met zich mee dat we aan de vooravond staan van een andere invulling van dit mooie fruitfeest. We willen de interesse blijven houden en willen we de interesse blijven houden van ons publiek, van onze sponsoren en van onze vrijwilligers. Maar vooral willen we het corso financieel rond kunnen blijven draaien zonder daarbij een extra beroep te moeten doen op de overheid of onze sponsoren, dan moeten we de stand van de zeilen een beetje gaan veranderen. En dat is hetgeen dat het bestuur de afgelopen anderhalf jaar intensief heeft beziggehouden. De toekomst hangt af van hetgeen wat in het heden doet. Dames en heren, u zag net hoe het er straks uit gaat zien. Een bredere opzet van ons fruitfeest. Meer aandacht voor de presentatie van de corso-wagens tijdens het Corso Weekend. Meer aandacht voor het product fruit, uitgedeeld door vier thema's. Een meer centralere rol voor al onze bouwers, plakkers en vrijwilligers. Meer ruimte voor onze sponsoren om zich te presenteren voor de bezoekers. En wat dacht u van Corso at the Park? Met de fruit corso fair. Maar ook uiteraard de fantastische creaties die ieder jaar weer te bewonderen zijn langs de grachten, de fruitmozaïeken en onze jeugdige deelnemers aan het kindercorso. En ja, we vragen dit jaar
een kleine bijdrage aan de bezoekers om al dit moois te mogen aanschouwen. Maar we denken dat dit past bij al het extra's dat straks wordt geboden. Waar in Nederland vindt u dit soort entertainment, waar zoveel duizenden uren door vrijwilligers wordt ingestoken? U vindt het in de stad Tiel. U vindt het in de regio Rivierenland. En u vindt het in de provincie Gelderland. U heeft het gevonden, het is namelijk het Fruitklooster. Dames en heren, het was geen gemakkelijk besluit. Verandering is moeilijk. Vele ideeën passeerden de afgelopen tijd de verschillende commissies en de bestuurstafel. Soms hebben we het lastig gehad. We hebben zwarte sneeuw gezien, maar we zijn er sterker uitgekomen. We hebben als bestuur de overtuiging dat we de juiste keuzes hebben gemaakt. En de komende tijd zal blijken of we u allen kunnen overtuigen, en vooral ook of we de bezoekers in september kunnen overtuigen. We gaan het met elkaar beleven. Beste allemaal, dan gaan we zo kijken naar de presentatie van de hoofdact van de 53e Fruitklooster, de ontwerper van de Korselwagens. Maar graag sluit ik af namens het voltallige bestuur en de commissies met het volgende aangepaste gedicht van Toon Hermans. We hebben gehuild, gelachen en gevochten. We lagen in warme bermen en in gladde bochten. We hieven het glas, het viel in duizend scherven. We wisten de grijze hemel toch weer blauw te verven. We zijn blijven pogen, al verbranden we soms al onze schepen. En we hebben gebaald en soms gefaald. En we hebben hem vaak geknepen. Misschien komt er straks applaus. Of worden we heftig uitgefloten. Maar hoe dan ook, het Corso gaat door. En we hopen dat u straks zegt, we hebben genoten. Dank u wel. Dan krijgen we nu dus, zoals de heer Verwoerd het al zei, de voorzitter vanuit de Stichting Vier Stroomland, de ontwerpen voor de Korselwagens van 2013. En zoals ik het al ook al een keer gezegd had, en dat is denk ik misschien geweest wat u misschien ook gezien heeft bij de presentatieinleiding, we zitten dit jaar dus weer in totaal op 20 wagens. En dat heeft dus eigenlijk te maken doordat Buren dit jaar dus met de jeugdwagen ertussenuit valt. Maar aan de andere kant is het ook wel leuk, want Culemborg heeft dit jaar voor de eerste keer dus 2 wagens. Want vanuit Culemborg hebben we dit jaar voor de eerste keer een jeugdwagen erbij. Dus. En zoals ik het al zei, en de heer Verwoerd zei het net ook al, gaan we nu dus even ook nog kijken naar de ontwerpen van al de wagens voor 2013. We'll be right back.
Voor de volgende interview die we krijgen tijdens het programma van Video TV Culemborg, hebben we even iemand gevraagd die ook dus bij het Corso bestuur zit vanuit de Stichting Vier Stromenland. En die ook natuurlijk buiten dat een aantal andere aspecten bij het Corso wel eens gedaan heeft. Want hij is ook zelf presentator geweest. En dat is Teun Luijendijk. Teun, de eerste vraag. Hoe is het eigenlijk voor jou begonnen wat het met het Corso hier in Tiel betreft? Al heel vroeg. Ik moet je op één ding corrigeren. Ik ben op dit moment niet in het bestuur van Vier Stromenland. Hoe het bij mij begonnen is met het Corso, als kind, als klein kind. En ik stond 's ochtends heel vroeg op om de wagens bij de veiling, en dat was dus begin jaren 60, bij de veiling aan te horen komen en zien komen. Met veel getoeter, en dat vond ik altijd een prachtig feest. Nou, heb ik ook uit het archief een beetje gelezen ook, dat jij ook een heel groot gedeelte uit het archief van het Corso heeft. Wat heb ik? Vanuit het archief van het Corso. Dat jij daar ook heel veel materiaal, echt heel veel archiefmateriaal en zo daarvan hebt. Ik heb behoorlijk wat archiefmateriaal door de jaren heen verzameld, vanaf de jaren 60. Ja. Ik begon met gewoon knipseltjes uit de krant. En later ben ik dat inderdaad allemaal gaan archiveren en gaan verzamelen. En dat is nu iets wat bij Stichting Fruitcorso Documentatie ligt. En ja, jij vertelde het net al dat jullie ook een andere opzet had. Wat het dus met de opstelling van de wagens betreft. Aan de hand ook van het parcours en alles. En hoe hebben jullie dat zover kunnen uitwerken? Dat dat toch een andere module is, zeg maar, wat toch een geheel blijft. Het Corso zoals het dit jaar eruit komt te zien? Ja, dat heeft het bestuur gedaan. Hè? Ik heb niet meer in het bestuur gezeten. Dus daar hoe ze het uitgewerkt hebben, daar weet ik heel weinig van. Ik heb alleen de uiteindelijk uitgewerkte plannen gezien. Ja. En heb jij daarbij ook nog zelf misschien aangegeven van wat het beste is om het geheel te krijgen? Nee, ik heb volledig op de jongens die in het bestuur zitten vertrouwd. We hebben wel in de jaren daarvoor eens een keer gebrainstormd misschien, maar hoe ze het uitgewerkt hebben, nee, dat heeft het bestuur echt gedaan. Heb jij zelf ook buiten de Stichting Vier Stromenland en ook buiten het bestuur, zeg maar, ook nog andere aspecten gedaan, zeg maar, rond het Corso, wat misschien een nevenactiviteit was of op een andere manier? Ik jureer vrij veel Corso's in Nederland. Dat is een nevenactiviteit die ik nog steeds doe. Dat is het Corso van Zundert. Het Corso van Lichtenvoorde, het Corso van Sint-Jansklooster. Ik heb ook in Tiel een aantal jaren gejureerd. Dat zijn nevenactiviteiten en daar heb ik ook wel vrij intensief contact met die Corso's. Heb jij zelf ook wel eens eraan meegeholpen bij een van de verenigingen aan de opbouw van de wagen? Nou, in mijn tijd moest ik altijd aan de zijkant staan. Toen had je nog geen jeugdwagens. Ik ben ontzettend veel in die hallen geweest. Maar als kleinkind stond je dan gewoon aan de zijkant heel keurig te kijken. Soms kreeg je wel eens wat fruit in handen. Maar echt geplakt, dat mocht nog niet. Want dan waren de ouderen toch wel erg bang dat je scheef plakte. Oh ja. En jeugdwagens waren er in mijn jeugd nog niet. Oh nee. En van wie is eigenlijk het idee afkomstig om nou, wat we dus straks ook gezien hebben vanuit het archief van het Corso, wat naar voren te halen tijdens de officiële presentatie van de ontwerpen van de wagens? Nou, wat ik belangrijk vond, was dat het archief een keer goed gedocumenteerd werd, verzameld werd. En daar zijn we nog steeds mee bezig. En we zijn ook bezig met alle foto's, want er zijn ongelooflijk veel fotomateriaal van Jan Bouwhuis, maar ook van particulieren. En dat moet een keer goed gedigitaliseerd worden, zodat het voor iedereen bereikbaar wordt. En dat was een van de wensen om Stichting Fruitcorso Documentatie op te richten. En als eerste project hebben we natuurlijk aangepakt een boek over het Fruitcorso te maken. En nou ja, doordat dat in het kader van het 50 jaar Fruitcorso stond, zijn alle andere plannen iets verschoven naar achter. Maar daar zijn we nu weer heel actief in. Ja, dat boek is dus natuurlijk, voor zover het ook bekend is, uitgekomen of uitgebracht, moet ik eigenlijk zeggen, naar aanleiding van het 50-jarig jubileum, wat we dus 3 jaar geleden gehad hebben. Ja. En hoe was dat eigenlijk voor jou in 2010, tijdens het 50-jarig jubileum? Nou, het was natuurlijk een heel bijzonder Corso. Het was een heel mooi Corso. Het was een feestelijk Corso. Nou, er was natuurlijk koninklijk bezoek. Dus alles wat een Corso kan hebben, wat meezit, zat mee in dat jaar.
En ik denk dat we er met een allen met een heel tevreden blik op terugkijken. En jij hebt natuurlijk zelf ook Willem, Alexander en Maxima natuurlijk gesproken toen je natuurlijk bij het parcours... Nee, die heb ik niet gesproken op dat moment. Nee, maar je bent er wel bij geweest, denk ik, bij het moment wanneer dat ze kwamen. Ik heb op de tribune gezeten waar zij ook zaten, maar ik heb ze niet gesproken, geen handje gegeven. Nee, dat is allemaal... Het zijn toch wel hele gescheiden werelden. Ja. Oké, Teun. In ieder geval, ik wens jou nog heel veel succes. Wat jij dus ook nog gedeeltelijk vanuit de Stichting Vier Stroomland doet. En daarnaast natuurlijk met jouw nevenactiviteiten. Oké. En ook natuurlijk een hele leuke dag, 14 september aanstaande. En heel hartelijk bedankt voor de medewerking aan dit interview. Oké. Ergens voor te gaan. Met veel bloed, zweet en tranen en duizenden vrijwilligers dit mooie evenement neer te zetten. En die vrijwilligers, gelukkig zijn er heel veel mensen die zich in willen zetten voor het Corso. Maar we kunnen altijd nog extra handjes gebruiken, zeker ook bij Stichting Vier Stroomland. Dus kent u mensen, sleep ze mee, neem ze mee, zodat we samen met nog meer mensen een nog beter evenement neer kunnen zetten. En nog beter, nog mooier, het kan. Als het maar samen. Ja, dames en heren, en dan was dus alweer de officiële presentatie van al de ontwerpen voor de Corsowagens van 2013. En dit was dan natuurlijk ook dus weer het einde van de tv-item van Video TV Culemborg. Ik hoop dat u het ook wel een beetje leuk gevonden heeft. Ook al hebben we het een beetje op een andere manier in beeld moeten brengen. Maar dat is in ieder geval wel gelukt. Ik zou zeggen, ik zie u weer een zaterdag 7 september bij de officiële opening van de Corsoweek. Dus allemaal bij deze tv-item heel hartelijk bedankt voor het kijken en luisteren. En graag tot de volgende keer.